Goedenavond en welkom bij de live uitzending van Buitengewoon. Buitengewoon is het natuurplatform van de Omroep Gelderland. We staan hier in Oosterbeek, we staan aan de voet van de Nederrijn en we staan tussen een heleboel planten. En dat heeft ook alles mee te maken met wat we vanavond tijdens deze live uitzending gaan doen. We gaan namelijk, ja, ik heb van jou een potje boter gekregen en we gaan iets maken. Manon Bota, je bent wildplukker. Ja. Wat houdt dat nou precies in? Dat je de natuur ingaat. En zoek naar eetbare planten om daar wat lekkers mee op je bord te zetten. Tenminste, dat is mijn inslag. Dat is, ja, precies, ja. Want je kunt er op allerlei manieren naar kijken. Ja. Maar dan heb je mij een potje boter gegeven. Ja. Wat gaan we daar dan mee doen we vanavond? We gaan er een wilde kruidenboter van maken. Een wilde kruidenboter, ja. Met allerlei bloemen, planten die hier eigenlijk in de uiterwaarden bij Oosterbeek groeien. Wilde eetbare planten. Eetbaar, dat is wel belangrijk, ja. Toch? Dat het eetbaar is. Ja, heel, ja, belangrijk. Zullen we gewoon met de plant gaan beginnen? En dan leren we je gaandeweg ook gewoon steeds beter kennen. Ja. Voor de mensen die aan het kijken zijn, zeg ik alvast, het duurt ongeveer een half uur, deze live-uitzending. En mocht je vragen hebben, dan kan dat. Ik weet niet wat je allemaal kunt beantwoorden, want er is heel veel kennis waarvan je wellicht niet alles weet. Maar schieten kan altijd. Ja. En op de meeste vragen kunnen we gewoon antwoord geven. Stel die vragen dan onderaan de livestream die je nu aan het kijken bent. Dan kun je de reacties kwijt. En dan kan ik ze zo meteen met mijn telefoon gewoon behandelen. Laten we eens beginnen met een eerste plant. Kijk, ik heb de vork ervoor in de hand. Dan, ja, kan ik hem aanwijzen. Namelijk deze. Kunnen we die eten überhaupt? Die kunnen we eten. Ja, dat is de gewone berenklauw. En alle delen van deze plant zijn eetbaar. Dus de stengel, de bladeren, de bloemen, de wortel onder de grond, maar ook de zaden. En het is sowieso een prachtige schermbloem. Waar heel veel insecten dol op zijn. Dat zie je, want er zitten er echt heel veel op, hè? Ja. Een risico dat je die zo meteen door de kruidenboter krijgt. Ja, maar die moeten eraf, denk ik toch? Ja. Ja. Maar dan pluk je gewoon de bloem, of hoe gaan we dit doen? Ja, nou, voor de kruidenboter is het heel lekker om de zaadjes te gebruiken. Ja. Dus dat zijn de nog groene zaadjes. Mm-hmm. Die hebben best een scherp smaakje. Je kan hem ook alvast proeven als je wil. Oh, dit is veel sappiger dan ik dacht. Ja. Een beetje bitter is het ook. Ik vind het wel lekker. Leuk. Beetje zoetige tonic of zo. Ja. Ja, ik weet niet of dat in de buurt komt. Ja, het is een vrij pittig smaakje. Ja. Dus voor een kruidenboter ook is wel het van. Ja, leuk. Hoeveel hebben we nodig? Nou, ik zou er niet te veel in doen, anders gaat hij overheersen. Ja. Maar zo'n beetje. Waar gaan we dit allemaal bewaren? Je hebt een mand. Ja, ik heb ook een mand. Maar als ik daar de zaden op leg, dan gaat het dan niet goed aflopen. Dan vallen ze er doorheen. Natuurlijk. Mag je ze er al in doen? Doe of ze moet er maar in, ja. Okay. Wacht, ga ik dat meteen doen? Kijk, hebben we toch het begin al van de kruidenboter. Ja. En hier, dit is dus niet giftig. Hier hoef ik niet bang voor te zijn, nee, dat ik hier ziek van ga worden. Nee. Oké. Want er staat hier natuurlijk ook van alles wat we niet kunnen eten. Dat klopt. Dus je moet wel goed weten wat je gebruikt en dat je de juiste plant hebt. Want je hebt hier ook de reuzenberenklauw. Ja. Die groeit verderop in dit gebied. Ja. En die herken je aan de gevlekte steel en de gevlekte bladeren. Want verder lijken de bladeren best wel op elkaar. Mm-hmm. Alleen de reuzenberenklauw is over het algemeen veel groter. Ja. Maar die heb je soms ook klein. Als ze niet zo fijne grond hebben om in te groeien, ja, dan blijven die ook wel eens klein. Dus je moet het ook op andere manieren kunnen weten. En die kan dus hele vervelende brandwonden veroorzaken. Oké, dus vlekken op bladeren, ja, niet eten. Nee. En anders de gewone berenklauw, ja, die is lekker te doen. Heel lekker. Zeker de zaden, ja, dus. En de beestjes vinden hem dus ook leuk. Ja. En wat kunnen we er nog meer in stoppen? Ik zie ook brandnetels. Kan dat ook? Ja, zeker. Echt? Ja. Gaan we voor de brandnetels. Kun je een brandnetel halen? Ja, ik ga een brandnetel halen. Ik laat jou halen. Gewoon de struiken induiken. Ja, geef mij de mantel maar. Dan wacht ik hier op je. We hebben er wel een mooi uitzicht bij zich. Met die Nederrijn zo op de achtergrond. Heerlijk. De meeuwen die overvliegen. Je plukt het echt. Brand je nou je vingers niet? Nee, of kan het jou niet schelen? Ik heb een trucje voor. Maar dan, ik wil deze alvast even zo doen. Ah, jou een broche geven. Een onderscheiding. Kunnen we straks nog wat over kleefkruid, of hoe heet, ja, het? Ja. Dat ken ik wel, want ik wandel veel door de natuur en dan kom je soms weer terug en dan heb je inderdaad dit erop zitten. Ja. Maar goed, dat is voor zometeen. Blijkbaar, ja, ook eetbaar. Ja. Of juist niet. De brandnetel. Ik vind het echt zo gek dat je dat vasthoudt zonder, ja, dat je nou... Zonder dat ik nou denk van, ah, ja, ik moet er iets... Ja. Nee, dit is een brandnetel. Die heeft de haartjes aan de bovenkant van het blad zitten.
en niet aan de onderkant. Dus op het moment dat je een brandnetel zo plukt, dan heb je geen last van die haartjes die jou prikken. En ook een blad kan je dus gewoon aaien, als je het op de juiste manier doet. Mag ik het ook eens proberen? Ja, ga je gang. Zo, ik zet het potje even neer. Ik vind het toch eng, echt. Dus als ik het maar goed doe. Ja. Maar als ik er tegenin ga, ja, dan prikt hij. Dan prikt hij. Ja. En dit kan ik ook gewoon eten? Dit kan je eten, maar zal ik het laten zien hoe? Ja, je kunt hem ook gewoon laten proberen en kijken hoe het afloopt. Dat kan ook. Ja, nou, dat vind ik niet. Dat durf je niet, me toch niet fijn uit te doen. Voor een eerste wildplukervaring. Dan wil je daarna nooit meer. Nee, ik rol hem op, ja. En ik kneus hem, zodat die haartjes allemaal gekneusd worden en niet meer kunnen prikken. Dus als je hem dan in je mond stopt, zal ik eerst of durf jij meteen? Nee, ik durf wel. Okay. Ja, nee, je vertelt het met overtuiging, ja. Dus ik durf wel. Dan heb je gewoon een lekker groen snoepje. Nou, dat is toch gek? Oh. Nee, helemaal niks. Ja. Nou, en dit kan dus ook weer gewoon... Dit kan ook in het potje. En wat we dan wel doen, is we gaan nu de bloemetjes erin doen. Mm-hmm. Omdat die geen haartjes hebben. En als je hem rauw verwerkt, dan gaat hij natuurlijk niet al die blaadjes kneuzen voordat we het erin doen. Yeah. Je kan wel met een deegroller als je hem rauw wil verwerken, maar die hebben we niet bij ons. Dus we gebruiken nu de bloemetjes, want die hebben geen stekeltjes. En die hebben wel ook zelfs... een hele hoge concentratie van alle goede stofjes die in brandnetels zitten. Dus het is gezond. Het is heel gezond. Ja. Ik ken het als waterplant voor veel vlinders. En als onkruid natuurlijk, dat je denkt, moet er vanaf. Maar dan weet ik, nee, dat moet je eigenlijk niet doen. Want vlinders bijvoorbeeld zijn er heel erg blij mee. Fantastische waardplant. Hij is ook ontzettend goed voor de bodem. Het, is het is een stikstofbinder. Daarom zien we hem ook zo wilderig in ons land. Vanwege alle stikstofneerslag en... Hij bindt dus die stikstof en maakt het weer beschikbaar voor in opneembare vorm voor de andere planten. Dus het is echt een soort wonderplant. En hoe meer ik erover leer, hoe grotere fan ik word van deze fan plant. Fan van een brandnetel. Fan van de brandnetel. Hoe ben je nou aan al deze kennis gekomen? Ja, ik ben bloemist van oorsprong. En daar heb ik krijg je een hele grote plantenkennisbasis van mee. En het eetbare gedeelte, dat is meer autodidactisch en interesse. Je komt elke keer wat tegen. Mijn wildplukwandelingen zijn ook eigenlijk elke keer weer... Want je neemt groepen mee, je neemt mensen mee. Ik neem groepen mee. En die, voor mij is ook elke wandeling een ontdekking. En nooit iemand ziek geworden? Nee. Nee. Afkloppen? Ja. Precies. Moet ik dit husselen? Ik denk het wel, ja, hè? Ja, mag geprakt worden. Dan kun jij misschien eens kijken naar een volgende plant. Ja, dat is goed. Dit is wel leuk, een beetje prakken de hele tijd zo tussendoor. Nou, we zien daar waar ik de brandnetel plukte. Daar staat ook een klit of klis. Hij wordt op beide manieren benoemd. Oh, die heb ik opgeschreven. Ik heb aantekeningen gemaakt in de voorbereiding. Even kijken, grote klit. Ja. Klopt dat? Ja. Tweejarige plant. Ja. Veel te vinden in het rivierengebied. Nou. Waar zijn we? Langs de Rijn. Precies. Zal ik hem halen? Moet jij vertellen welke het is? Ja, dat is goed. Of is dat weer te moeilijk? Dat is die, de klitten kan je nu nog niet zo goed zien. Ja. Die moeten nog rijp worden. Maar hij staat links van jou. Eigenlijk? Ja, kleefkruid gaan we Oh ja, dat is een andere. Hij staat links van mij. Ja, die met die grote bladeren. Deze? Ja. Jeetje, en gewoon een paar bladeren plukken. Ja, de bladeren gaan we niet eten. Maar je kan hem wel even meenemen dat we hem goed kunnen zien. Mag ik een stukje van de stengel meenemen? Ja. Mag dit nou eigenlijk zomaar? Dit plukken in de natuur? Plukken doe je altijd wel met respect voor de natuur en alles wat er leeft. Ja. Dus je plukt in principe alleen voor eigen gebruik. Als je het zeker wil weten dat je mag plukken in het gebied waar je plukt, kan je ook toestemming van de eigenaar van het land vragen. Ja. Die vinden dat over het algemeen goed, omdat dit toch als onkruid gezien wordt. Ja. Wij noemen het liever wilde kruiden. Maar van deze plant is het dus heel mooi. Er wordt wel eens gevraagd van, wat kan je nou eten? Het is allemaal leuk, al die blaadjes en bloemetjes, maar... Waar vul ik mezelf nou mee? Want het is leuk, een smoothie hier en een omeletje daar, maar ik zoek zetmeel. En deze heeft dus een hele dikke wortel. En dan vooral bij de eerstejarige rosetten, dus voordat die gaat bloeien,
Dan in de winter gaan alle voedingsstoffen terug in die wortel en kan je ze opgraven. En is dat dus je zetmeel Dus dan eet je de wortel eet je op? De wortel eet je op. Oh. En daar kan je een soort wild winterstampotje van maken. Ja, en hier kunnen we hier nu ook wat van gebruiken? Ja, de stengel, de jonge stengel, maar dat is ook voordat hij bloeit. Ja. Dus nu is de plant eigenlijk te ver om er iets van te eten. Want hij bloeit nu? Dit is zijn knop, dus die gaat bloeien. Kun je hem laten zien? Ja. Dat gaat dan bloeien en dat wordt uiteindelijk worden dat van die bruine bolletjes die op je kleren blijven hangen en in de vacht van dieren. En dat is ook hoe wij hem vaak kennen. Precies, als een laspof. Die overal in blijft hangen. En zo verspreidt hij zich dus ook. Maar in dit geval dus niet meer gebruiken? Nee, dit is nou zijn eetstadium voorbij. Ja. Oké, nou doen we die weer weg. Zo. Wat hebben we dan nog? Waar gaan even we eens kijken. Naartoe? We kunnen ook nog een stukje verder kijken als we denken van nou, we hebben het hier wel gehad. Maar er staat zoveel waarvan je ook heel veel niet kunt eten natuurlijk. Ja, het is natuurlijk wel heel leuk om te zien wat er op zo'n klein stukje al groeit, wat je kan eten. Ja. Die witte bloemen, waar we al langs gelopen zijn, die kunnen we hier nog... Die laat ik hangen, daar zit een beestje in. Vispotjes of zo. Ja, vispotjes. Ja. Maar wat het verder is, dat ken ik dan weer niet. Ik weet alleen, die noem je vispotjes, die bloemen. De haagwinden. De haagwinden. Ja. Oké. En het bloemetje, dat is dus eetbaar. En dat is een heel mooi schaaltje voor bijvoorbeeld een beetje roomkaas erin. Oh. En op die manier als een soort hapje te serveren. Wat grappig. Ja. Want wij maken nu een kruidenboter, maar je kunt natuurlijk je kunt soep maken. Ja. Denk ik. Je kunt salade, maar je hebt heel veel verschillende toepassingen natuurlijk ook. Ja, precies. Dat is ook weer heel leuk van die brandnetel. Ja. Want daar kan je ook alle kanten mee op. Daar kan je soepen van maken, omeletten, groene smoothies, van alles en nog wat kan je ermee. Ja. En een salade? Want dan zit je weer met die brandhaartjes. Ja, dat is minder, maar daar kan je dus wel weer die bloemetjes voor gebruiken. Die we hier ook in gedaan hebben. Mm-hmm. En je kan het wel ook voor thee gebruiken. Dus gedroogd of vers. Ja, oké. Okay. Ja. Mag die erbij? Ja, die maar dan moet erbij. Die wel wat kleiner, hè? Anders dan wordt het... Doe je dit dan echt vaker zo in de natuur, de kruidenboter maken? Ja, meestal verzamel ik mijn bloemetjes. En dan doe ik het thuis. Ik heb nog steeds stukjes brandnetel in de keel. Als ik praat, dan voel ik dat. Voel je het nog? Nou, het brandt niet, maar ik heb dat idee dat die hele kleine stukjes er nog in zitten. Ja, dat het er nog zit. Nou, dit zit er ook doorheen. En dan hebben we deze nog, hè? Ja, de kleefkruid. Dat is familie van de lieve vrouwenbedstro, die we ook, die je misschien wel in je tuin hebt. Dat weet ik niet. Dat is ook zo, die heeft ook zo'n stervormig blaadje. En het kleefkruid, dat is dus... ook een heel voedzaam plantje, ook als een soort spinazievervanger te gebruiken. En ik vind hem vooral heel leuk, omdat je hem... Het brengt me ook weer terug bij mijn jeugdsentiment. Dat je elkaar daarmee achterna ging en elkaar daaronder ging dat plannen. Ja, daar ken ik het van. Ja. Er komt nu ook een vraag binnen, vandaar dat ik naar mijn telefoon zit te kijken. Mocht je ook willen reageren en een vraag hebben, stuur het vooral door. Je kunt het als reactie onderin van je Facebook stream die je aan het kijken bent, of via YouTube kun je hem intikken. Dan zien wij hem hier binnenkomen en dan kan ik de vraag meteen aan Manon stellen. Even kijken, hoeveel mag je, die gaan we zo meteen doen, hoeveel mag je in het wild plukken, dus die komt nog. Ja. Maar gaat kleefkruid niet aan je tong plakken als je het eet? Ja. Dat vind ik wel een goede vraag. Nou, wil jij dat eens beoordelen? Ja, dat is goed, dat ga ik proberen. Maar je doet maar een heel klein stukje ook, dat scheelt. Nee. Valt wel mee, hè? Hoewel. Je voelt wel, want het zijn hele kleine stekeltjes toch, die eraan zitten. Ik denk dat je iets, het prikt niet of wat dan ook, maar ik denk als je ze voelt, dat je toch iets van de stekeltjes... wel merkt. Ja. Praat ook moeilijk, merk je nu. Maar blijft het echt kleven? Nee, dat dan ook weer niet. Nee. Nou, dat doen we ook wat van doorheen. Ja, doen we er ook wat van doorheen. Sowieso, ik heb hier ook een topje. Mm-hmm. Wat je vaak merkt met die wilde kruiden is dat de topjes van planten ook het zachtst zijn, het malst. En daardoor ook het lekkerst zijn om rauw te eten.
Dus als je het rauw gaat verwerken, is het het lekkerste om gewoon de topjes van de planten te gebruiken. Is het ook sowieso niet dat het vaak de jonge blaadjes bijvoorbeeld of de jonge bloemen van een plant zijn die dan toch het meest smaakvol zijn? Ja. Hey, zullen we een stukje verder lopen of is hier nog meer waarvan je denkt van dit moeten we ook in onze kruidenboter gaan stoppen? Zijn we hier redelijk, hebben we hier al best veel. Nou, dan zou ik zeggen pak je mand en huppel een stukje verder. Dan loop ik heel cool achter je aan. Ja, moet ik echt gaan. Je hebt er trouwens ook wat op liggen, zie ik. Ja, ik heb hier een paar plantjes al meegenomen. Ja. Net vroeg je al van iets over, kan je zomaar alles in je mond stoppen? Ja. Dit dus bijvoorbeeld niet. Want dat is? Dit is Jacobs kruiskruid. Oh, dat ken ik. Dat is niet goed. Dat is niet goed. Nee, dat ken ik van naam en ik associeer dat met dat is niet goed. Ja, dat is niet goed. Dus het is hartstikke giftig en als je het in een weiland hebt, dan zijn boeren daar meestal ook niet zo blij mee, want dan kan je het weiland niet hooien, want het is dus giftig voor dieren ook. En dan kan je het hooi niet gebruiken voor als diervoeder. Nee, want dan maai je het gras en dan wordt het hooi en vervolgens zit dat er doorheen en de dieren kunnen het er niet meer uitscheiden. Nee, precies. Eruit te halen. Ja. Terwijl wilde paarden en zo, bijvoorbeeld koninkpaarden in uiterwaardengebieden, daar staat het ook heel veel. Maar die vreten dan wel omheen, hè? Die hebben wel door. Ja. Ja, die hebben dan ze de snappen keuze. Het wel dat ze dat moeten laten staan, maar in het hooi dan kunnen ze dat er niet uitvissen. Nee, precies. Ja. Dus dit is absoluut een no-go. Als je dit eet, wat gebeurt er dan? Ja, dat weet ik niet eens, maar ik ga het niet proberen. Ik heb gelezen dat het iets met je lever zou doen en dat dat een reden is waarom je er ziek van zou worden. Ja. Dus dat moeten we niet doen. Nee. Nou, loop een stukje verder en dan kun je ondertussen vertellen wat je nog meer in je hand hebt. Nou, ik heb ook weegbree meegenomen. Mm-hmm. Dit is de grote weegbree. En die leer je ook vaak in combinatie met de brandnetel. Yeah. Omdat die zou helpen bij als een brandnetel je dan prikt, als je dit erop wrijft, dan helpt dat tegen de pijn van de prik van de brandnetel. Kijk, dat is natuurlijk toch goed voor ons, ja. Hè? En het groeit dus ook altijd dicht bij de brandnetel. Aha. Omdat dat bij elkaar goed werkt. Ja, precies. En het is dus ook eetbaar. Het is niet alleen maar dat je het er op je huid kan smeren. Je kan er zelfs zuurkool van maken, blijkbaar. Ik wilde hier vanmiddag dus een zakje komen plukken om dat eens te gaan proberen. En toen zag ik dat ze net gemaaid hadden. Toen was alles weg. Hoe vaak kom jij nog bij de groenteboer? Als je gewoon alle groenten eigenlijk gewoon hier vaak in de natuur weet te halen. Ja. Toch nog vaker. Ja. Ja, voor mij is dat op de een of andere manier dus toch ook nog een drempel. Maar ik wil dat wel meer gaan integreren in mijn dieet. Want daarom heb ik ook mezelf als doel gesteld om dus elke wandeling die ik maak weer een nieuw gerechtje te proberen. Ja. En hoeveel mag je dan maximaal meenemen? Voor eigen gebruik. Ja. En je moet altijd genoeg laten staan dat het weer verder kan groeien. Ja. Dus je mag nooit een plek helemaal kaal plukken. Nee, je kunt niet zomaar alle bramen. Ja, dat kan wel, maar het is niet net om alle bramen mee te nemen. Want er zijn bijvoorbeeld ook vogels en zo die dat ook gewoon nodig hebben natuurlijk. Ik pak even mijn telefoon, want ik heb de indruk dat er een vraag is binnengekomen. Ik voelde wat in mijn broekzak. In dit geval is het Anja Walgemoed. Zet je het recept van de kruidenboter nog op Facebook? Dat kunnen we toch in ieder geval doen, hè? Heb je hem al goed bekeken, Tristan? Tristan is de cameraman. Zo is het tot wordt nu toe. Wordt al wat, hè? Is het gezouten boter of ongezouten boter? Ik heb er een beetje. Het is ongezouten boter, maar ik heb er wel een beetje zout doorheen gedaan. Oké. Okay. Ja. Oké, okay. Dat is goed voor de smaak, denk ik. Erik zegt, mijn moeder, zij vroegen dat er uit de witte dovennetel honing kwam. Uit de bloemetjes. Ja. Weet je daar iets van? Ja, dat is die nectar. Het is geen honing, maar nectar. Ja. En inderdaad, uit die bloemetjes, die kan je eraf afplukken en dan zo uitzuigen. Dat deed ik als kind ook. Oké, okay, en Erik zegt, ik heb het vaak geprobeerd, maar proefde eigenlijk niks. Ja, het kan een beetje te maken hebben met hoe ver de plant in zijn bloeifase is. Ja. Ook daar weer in het begin maakt hij meer nectar aan dan aan het einde. Als hij eigenlijk al bestoven is en klaar is met beestjes aantrekken. Ja. Want hij maakt die nectar natuurlijk aan om beestjes aan te trekken. Dus misschien heeft hij een plant gevonden die al wat al bijna uitgebloeid was. Oké. Dat kan. Ja, hij zegt wel, ik heb het vaak geprobeerd, maar dan heeft hij vaak net pech gehad. Dat het niet de goede was. Ja. Ja, dat kan natuurlijk. Ja. Hey, ik vind, we moeten nog even wat zoeken, maar daar moeten ze een klein beetje van. En deze, hier in de kruidenboter dus die we aan het maken zijn.
Hier doe ik de bloemetjes van in. Oké. Die schijnen, of die hebben, een soort champignon-achtig smaakje. Oh, maar die wil ik dan ook even zo proeven. Ik vind champignons wel lekker namelijk. Ja. Gewoon achterover gooien dan ook, hè? Ja. Het is zo leuk dat het ook weer zo knispert tussen de tanden. Ja. En dat het geen zand is. Ja. Dit is ook heel leuk om gewoon op je brood of over een salade zo een beetje een sprinkle eroverheen te doen. Ja, nou, dit lijkt me wel wat. Ja, nou. Nou, als jij nou nog eens even wat zou willen zoeken, ja, dan kan ik ondertussen vertellen voor de mensen die net zijn ingeschakeld van waar zitten we nou eigenlijk naar te kijken. Je kijkt naar een live uitzending van Buitengewoon. Buitengewoon is het natuurplatform van Omroep Gelderland. En we zijn bezig met een live uitzending. En eigenlijk zijn we live kruidenboter aan het maken, want we zijn aan het zoeken naar eetbare wilde planten en bloemen. En daarom is Manon Thoma met ons op pad. En Manon is degene die alles van wilde planten weet. Ze weet er echt heel veel van. Dus daarom is ze met ons mee op pad. En daar zijn we blij mee. Er komt een mooie trein aan. Oh, wat is er ver weggelopen. Kun je het vinden, Manon? Ze heeft wat geplukt in de tussentijd. Terwijl de trein op weg is naar station Arnhem. Keurig op tijd zo te zien. En we worden gadegeslagen door de ganzen daar in het weiland. Ja. Maar jij hebt er wat gevonden. Ja. Dat doe je toch weer snel, hè? Ja. Ineens heb je weer wat. Wat heb je geplukt? Braam. Braam? We kennen de bramen natuurlijk allemaal. Gewoon de vruchtjes. Ja. Hele lekkere vruchtjes. Die zijn dit jaar heel lekker zoet. Ik heb toevallig eergisteren heb ik de eerste gehad. Ah. Die waren echt heel lekker zoet. Maar die waren niet uit het wild dan? Voedselbos ah, was het. Oh, wat leuk. Een voedselbos in fase. Ja. Bos nodig heet het. Daar hadden ze ze al. Ja. Heerlijk. Nou, dit, behalve de vrucht, is het blad en het bloemetje dus ook eetbaar. Mm-hmm. En dit is natuurlijk een hele leuke garnering. Ja. Maar hij is ook lekker in de kruidenboter. Je kan er thee van maken. Dus dat is ook weer een hele leuke. En ik pluk hier ook weer de jonge blaadjes, want daar zitten de stekeltjes zijn daar nog niet van ontwikkeld. Mm-hmm. Dus dan prikken ze ook niet. Wat vind je nou het allerlekkerst uit de natuur? Dat is een goede vraag. Wat is je lievelingseten? Nou, het is wel de vlier. Is voor mij wel echt een speciale. Die geeft ook echt dat lentegevoel. De vlierbloesem vooral. Ja. Als die bloeit en je ziet hier al die witte schermen. Dat vind ik wel echt prachtig. En dan maak je daar vlierbloesemlimonade van. Met een beetje verse citroen. En dat is dan proef je de lente. Ja. Ja. En nou koop ik vlierbessensap altijd in de supermarkt. Wat denk jij dan? Dat doe ik ook nog soms. Ook wel? Nou ja, ik heb het nu het maken onder de knie. En dat is dan wel dat ik denk van, dat ga ik nou niet meer doen. Maar ik heb het wel gedaan. Ja, precies. Het is ook wel makkelijk het is flesje al klaar staat. Ja. Ja. Maar het is niet te vergelijken met het echte. Nee. Ja. Nou ben je ook psycholoog. Ja. Is er een link te leggen tussen het plukken van wilde planten en bloemen die eetbaar zijn en het zijn van psycholoog? Ja, dat denk ik wel. In de psychologie heb je ook de omgevingspsychologie. En dat is, daar wordt onderzocht wat het effect van je omgeving op je mentale gezondheid is. Mm-hmm. Daar is het heel duidelijk in dat de natuur een heel positief effect heeft. Zelfs het kijken naar een blaadje, dat laat mensen al beter voelen. De natuur ingaan en je mentale gezondheid, dat is een hele belangrijke link. Ja. En merk je dat dan zelf ook? Ja. Ja. En hoe merk je dat? Ik ga dan ook vanuit mijn hoofd en gewoon mijn sensoren het werk laten doen. Ja, ruiken, ja dat is wel heerlijk voelen. Natuurlijk. Ja, als je hiermee bezig bent, dan heb je weinig tijd om aan de zorgen van morgen te denken. Precies. Bij wijze van. Hè? Ja. Ja. Even verder prakken. Ik zag ook een meidoorn, maar dan moeten we misschien een stukje terug, of niet? Of Je ziet juist wat verderop, de meidoorn. Ja, we kunnen Want daar kun je ook wat mee, geloof ik. Ja, dat klopt. De meidoorn, daar kan je ook de bloesems in het voorjaar, kan je ook weer versuikeren en snoepjes van maken of in je thee doen. Het blad kan je ook thee van maken. Of een kruidenwijn van maken.
Besjes die zijn ook weer bruikbaar als ze rijp zijn, dus als ze rood zijn. Mm-hmm. Maar er zit een vrij grote pit in, dus hij is niet makkelijk te verwerken. Maar je kan hem wel eventueel in jams of kompot doen en dan moet je hem dus door zo'n passeerzeef halen. Oké. Ja. En er zitten stekels aan, hè? Ja, meidoorn. Ja. De naam zegt het inderdaad. Ken je de grauwe klauwier? Even een klein uitstapje. Dat is een vogeltje, dat is een heel klein vogeltje. En die gebruikt de meidoorn. Dat vogeltje komt in de zomer, komt hij. Ik ben van buiten gewoon, hè, van de natuurverhalen, ja. Dus dat weet ik wel. In de zomer komt hij hier naartoe en die krijgt hij de jongen enzovoort. Maar wat hij doet, als hij voldoende te eten heeft, dan gebruikt hij de stekels, volgens mij van de meidoorn. En daar spiest hij dan, bijvoorbeeld als hij een hagedisje vangt, dat doet hij, die spiest hij eraan. Ja. Die hangt hij neer, laat hij lekker een beetje droog in de zon, denk ik, om dan later alsnog op te kunnen eten. Ja, nou, leuk. Smakelijk verhaal erbij. Ja. Hoe ver zijn we? Dat op een broodje smeren. Dan ga ik nog heel even prakken. Ja. Kijk, dat is toch ook toevallig, nou, hè? Dan ligt ineens een zakje met... Wat zit erin? Nou, zullen we een kijken? Mesje. Oh, oh. Val ik bijna in de sloot. Wacht, dan ga ik nog even goed prakken, hoor. Dat het ook... Nou, kijk eens. Is dit ook wat normaal gesproken jouw eindresultaat is? Ja, hoor. Ja? Ja. Nou, als jij met dat... zal ik een beetje erop smeren. Wat hebben we er nou allemaal in zitten? Ja, wat hebben we er allemaal in zitten? We hebben in elk geval kleefkruid, de berenklauwzaadjes, brandnetel, bloemetjes. Wacht, dan smeer ik die voor jou ondertussen. En dan is het ook wel heel leuk om hier nog een beetje een paar bloemblaadjes op te doen. Zo. Braam. Even. Ik heb vooral veel boter nu en weinig van de rest. Zo. Merk je trouwens als dat er voor mensen een drempel is, zeg maar, om hier aan te beginnen? Want het is nou de eerste keer dat ik hier echt mee in aanraking kom. En dan denk ik toch van, als ik nou morgen zelf op pad zou moeten om mijn maaltijdje hier vandaan te halen, dan vind ik dat toch nog wel spannend, denk ik. Ja, nou ja, ik denk dat het toch een kwestie is van gewoon beginnen te doen. En dan is het maar zo'n brandnetelsnoepje maken, lekker even kneuzen en dat is proberen in je mond stoppen en dan kijken of je een stapje verder durft te zetten. Misschien een potje boter meenemen en eens wat dingetjes erin gooien onderweg. En dat, dan ben je al en het gewoon weg. Gaan doen. Ja. Ja. Nou, tijd om te proeven denk ik, of niet? Proost, of hoe zeg je dat? Ja. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Misschien ook een goeie. Ik vind het wel goed gelukt. Ja, hè? Ja. Ik ook. Ja, dat is een mooie manier om te genieten van de natuur. Ja. Ja. Hebben we goed gedaan. Vind ik ook. Ja. Als mensen nou meer informatie willen hebben, heb jij een tip? Waar kunnen we terecht? Nou, ik ben wildplukgids voor de Wilde School. Mm-hmm. Zij hebben ook heel veel informatie op hun website. Ook met recept-ideeën. En verder gebruik ik zelf het Eetbare Wilde Planten boek. Dat is een gidsje. Mm-hmm. En daar staan de meest voorkomende eetbare wilde planten in. Met een hele mooie uitleg. En ook heel herkenbaar en wat je er allemaal van kan eten. Ja, goede tips. Volgens mij zijn we er. Dank je wel voor een fijne wandeling. Graag gedaan. En een lekker broodje er nog eens bij. Tot zover deze live-uitzending voor Buitengewoon. Ik hoop dat je het leuk vond. Mocht je willen reageren, dat kan natuurlijk gewoon in de reacties eronder. En heel graag tot de volgende keer. Dankjewel.